En we zijn ready voor onze volgende gast. En we praten met de heer Helmut Proeven. En we zullen het hebben over de voordelen, althans de ontwikkeling op het gebied van hydroponics en aquaponics. Meneer Proeven, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom in het programma. Dank u wel. Als we praten over de ontwikkelingen op het gebied van aquaponics en hydroponics, kunt u ons uitleggen. Wat zijn de ontwikkelingen? In Suriname? Een aantal jaren geleden zijn we dus begonnen om dit te promoten. Met vallen en opstaan zijn we dus daadwerkelijk nu op een punt waar men bewust van is dat het zeker heel veel voordelen heeft. We zijn ook begonnen op de scholen om ook de kinderen te educeren en te laten zien wat deze systemen inhouden. Maar we zien ook dat mensen durven te investeren, hele grote investeringen te plegen om dit van de grond te tillen. En we zijn er blij om. Het is een proces. Alle processen gaan met vallen en opstaan. En dat zien we hier ook. Maar de vooruitzichten, ik denk, zeer positief. Omdat we op dit stuk toch wel volgen wat we doen. En je merkt ook in stad en district dat men overstapt, ook zelf in Mongo, Apura. Overal is men bezig om met deze systemen te werken. Ja. Als we praten over aquaponics en hydroponics, is er ergens een verschil? So, ja, wat is concreet het verschil? Mooi. Als we praten over aquaponics, praten we over een systeem waarbij we dus planten door middel van vissen. Het water wordt dus, die vissen, die uitwerpsel van die vis, die wordt omgezet in nitraat. En dat gebruikt de plant dus om te groeien. Waardoor de mensen die dat gebruiken twee voordelen hebben. Het gaat dus om vis die je zelf kweekt, maar ook gezonde voeding, want je kan niet gaan bespuiten. De tweede, hydroponiek, daar leren we de mensen digitaal planten, waarbij elke plant zijn eigen waarde heeft. En met een digitale meting te plegen kan je dus kan je eigenlijk planten op water, om het zo soortzichtig mogelijk te zeggen, waarbij er niet bespoten kan worden. Ja. Dus als we kijken, hebben beide systemen een voordeel, een groot voordeel als we praten over het mitigeren van giftige stoffen, chemicaliën. Juist, je weet het probleem die we dus de laatste tijd hebben gehad met de EU is dat onze groente werd afgeweerd. Ja. En dat komt door de bespuiting. Ik denk dat elke landbouwer zich moet laten educeren. Dat is zeer belangrijk. Ik blijf het zo makkelijk uitleggen. Een monteur die 30 jaar geleden een topmonteur was, kon werken op een wagen met carburetor en noem maar op. Als hij zich niet heeft laten schoelen, kan hij heden ten dagen ook niet meer meegaan met de tijd. Hij loopt achter. Ja. En precies zoals het ook met de landbouw. Je moet je laten educeren. En daar zijn we voor om mensen de tools aan te reiken. Als we praten over de alternatieven voor startende ondernemers. Welke alternatieven biedt deze ontwikkeling hen? Ik mag u zeggen dat bij de laatste training die we verzorgen, we daar duidelijk hebben gezien dat er nieuwe ondernemers zijn opgestaan. En dat we zijn heel blij om. Omdat die training ook is gekoppeld aan een stukje ondernemerschap. Ja. We starten over een paar weken starten we ook weer met een cursus. Dat is een jeugdcentrum, maar we beginnen ook op, in de district Borkopondo, waar we om en bij 250 tot 300 mensen gaan trainen in deze nieuwe technieken. Maar het is niet alleen landbouw, we gaan ze dus ook dat stukje van ondernemerschap bijbrengen. Dat ze kunnen zien hoe belangrijk het is om, want iedereen wil achter een bureau zitten, iedereen wil een landje roken. Maar het is toch wel belangrijk als je zelf kan ondernemen, als je zelf kan, iets voor jezelf kan gaan betekenen. En nogmaals, laten we de nadruk leggen op gezonde voeding. Weet wat je eet. Ja. Als je iets nou koopt onder de markt, weet je niet van waar het komt, hoe het bewerkt is geworden. Dus het zorgpunt van de president was dus gezonde voeding. Vandaar dat we dit landelijk promoten. Ja, gezonde voeding. Als we kijken naar, zeg maar, u heeft de voordelen aangehaald. Er zijn anderen die zeggen van, luister, ik wil wel overstappen naar hydro of agua, maar de investering is nogal een drempel. Ik ben zo blij met die vraag. We leggen de mensen ook vaak uit om niet groot te beginnen. Je kan niet direct plaatsnemen in een Boeing als piloot. Je gaat heel klein moeten beginnen. En het is dan ook belangrijk dat we ook de ondernemer leren om bij een start niet groot direct te investeren, maar heel klein op te bouwen.
waarbij je de risico's kan verspreiden. We hebben in het verleden gezien dat mensen zonder te willen luisteren heel groot zijn gegaan met alle rare gevolgen van dien. Dus het is belangrijk dat je de mensen eigenlijk in het traject helpt om geen fouten te maken. Ze kunnen fouten maken, maar leer ook uit je fouten. Dus het traject van ondernemerschap is heel erg belangrijk om mensen die tools ook aan te reiken dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Want vaak wanneer iets misloopt, gaat men anderen de fout willen geven, terwijl meestal men niet kijkt wat zij ook fout hebben gedaan. En daar gaat het om. Ondernemerschap is iets dat we moeten gaan stimuleren. De president heeft echt de opdracht gegeven om naar dit stukje te kijken. Als we kijken naar district Brokkeponte, denken de meeste jongeren daar direct aan goud en hout. Maar we zijn zo rijk aan land, water, vissen, noem maar op, die je ook kan gebruiken om te verdienen. En daar gaat het om. We moeten een mindshift kunnen maken om mensen dus de tools te geven om zelf te willen. Ja. Tot slot even aangeven dat er binnenkort trainingen van start gaan. Als mensen zeg maar contact met u willen opmaken, opnemen, hoe doen ze dat? Ja, we starten op 18 maart starten we dus met een training. Dat is een jeugdcentrum. Ze kunnen dus de heer Henk Redmond bellen op het nummer 7573898. Kunt u dat nog eens een keertje halen? 7573898. Mm-hmm. En in Brokkeponte gaan we dat in samenwerking doen met het kabinet. Waarbij we de verschillende dorpen mensen gaan trainen, misschien uit elk dorp 5. Waarbij we ze de tools ook gaan aanreiken om zelf hun gewassen te kunnen telen. Mm-hmm. En op een gezonde manier verantwoord. Ja. Meneer Proeven, mag ik u bedanken en heel veel succes te wensen. Dank u wel, ook voor jullie. Ja. Beste kijker en luisteraar, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Maman Dindaki. En dan is mij nog te zeggen, een gezegende dag. Tot dan.